Welkom bij een nieuwe video van Wally de Pony en leuk dat je kijkt. Goedemorgen, stel scherp, want ik hoor je dus echt. Ik word altijd een beetje moe van die camera, want dan werk ik niet helemaal op het top meer. Ik moet hem een keer laten uitzoeken. Het is 8:50. Ik ben op stal. Ik ga met Cheyenne zo dadelijk op buitenrit. Met Dream en Wally. En ik moet daarna even kijken wat ik met plankje nog doe. Ja, ik praat gewoon door, ik hoor je niet scherp. Ik ben nou voor Plankie even water aan het koken. Of ja, warm aan maken. Ik laat nooit net niet koken. Zodat hij een papje heeft als ik terug ben. Ik heb bij alle twee de ponies een croissantje en een sneetje brood in de bak gedaan. Die zijn al oud. Ik had ooit die sneetje brood eruit gelegd voor tosties. Of ja, voor een tossie voor mezelf. Maar toen had ik geen kaas meer en toen dacht ik... Nee, dan niet. Dan hoef ik het niet. En in de tussentijd liggen ze dus al een week gewoon in de keuken op een bord. Dus die heb ik nou meegenomen voor de ponies. En die croissantjes waren eigenlijk van mijn vriend. Maar die heeft ze ook niet meer opgegeten. Want hij was helemaal vergeten dat hij ze had. Dus dat. Ik ben nou dus op stal. En ik zal even kijken of ik van via de ponies kan filmen. Ga je ze zien? Dat is inzoomen. Daar staat Wally. En Plankie zie ik zo zelf ook niet. Dus die zal wel net achter de boompje staan. Of meer vooraan. Maar in ieder geval. Ze staan lekker buiten. Oké, ik film nu even mijn telefoon. Ik ben onderweg naar Cheyenne. Ik ben ietsjes later vertrokken dan ik wou, maar ik doe daar ook even een drafje tussendoor. Dus goed, dus ben ik er alsnog gewoon op tijd hoor. Maar ik ben altijd iemand die bang is als het te laat komt. Dus dat. Maar we zijn nu lekker net onderweg. Oké, ik ben met Cheyenne op buitenrit. Is gezellig met Dream. Dream, nu zie je het gelukkig niet zo goed. Die heeft een beetje in zijn poep gelegen. In echt losse drollen. Ja. Fijn hè, Wit? Fijn. Ik heb Wally ook gewassen van eergisteren of zo. Maar daar valt ook niks meer van te zien. Want stof kwam er echt vanaf. Maar wij zijn lekker buiten. En lekker aan het genieten van het nu nog droge weer. Wat eruit ziet alsof dat straks wel weer gaat regenen. Maar dat zien we dan wel. Dus geniet lekker van de buitenritbeelden.
Oké, ik heb zeg maar buiten niet heel veel gefilmd, sorry. Ik zo, even zo doen. Oh nee, stappen. Ik weet eigenlijk ook niet of ik nog iets met plankje ga doen of dat ik die morgen doe. Ik vind het wel kut. Hij is eigenlijk niet meer echt in de video's geweest dat ik hem train. Maar ik train hem wel gewoon. Maar dat komt als ik op buitenrit ga, dan is het vaak dat ik plankje gewoon de poetsen of even kort. Of dat hij dan zeg maar rustdag heeft als ik op buitenrit ga. Ik heb een haar in mijn gezicht die niet fijn is. Maar dat hij zeg maar dan een rustdag heeft. Omdat ik echt na het buitenrijden niet echt heel veel fut meer heb. Om iets met hem te doen. Dus vandaar. Wally en ik zijn nu in ieder geval onderweg naar huis toe. Sayan is thuis. Hi. Sayan is thuis. Het was een lekker ritje. Stap 10. Dus dat. En dan zie ik jullie zo op stal. Oké, Wally weer terug naar de wei brengen. Ik ga denk ik met plankje niks doen. Nou, ik ben lekker vrij. Ik heb hem best wel honger. Het is 11:15. Dus ik heb best wel honger. Ook omdat ik niet echt heel goed heb ontbeten. Nee, je mag niet in mijn camera bijten. Ik heb tot nu toe alleen nog mijn appel op. En water. Dus nee, ik heb geen anorexia. Ik ben er ook niet dun genoeg voor. Maar herkend? Nee. Maar ik heb gewoon... ik eet heel slecht in de... ochtend. Ik at eerst altijd heel goed, maar tegenwoordig niet meer. Nou hen ik de plankje dus wel. Jij een koekje. En jij nog een koekje. Bij jou je vliegenfront nu even iets hoger doen. Zo. Dan heb jij vandaag vrij. Wel leuk dat ik altijd in mijn vlogs toevallig jou vrijgeef. Maar dat komt omdat ik nou weer op buitenrit ben geweest. En dan kunnen jullie elkaar weer vervelen. Ja! Oh, zo boos naar elkaar kijken, maar zo van elkaar houden, hè. Ja, niet zo boos kijken, jij. Schatjes. Hè? Ja. Ik even spullen opruimen, doe ik een papje bij jou erin. En bij jou, denk ik, iets van brokjes. Hè? Ja, of heb jij genoeg gehad, hè? Eigenlijk niet, hè? Maar jij krijgt sowieso een papje, ja. En jij hebt je aandacht gehad. Ja. Oh, ik heb mooie tanden. Heb je mooie tanden? Oh, heb je mooie tanden? Maf, Kees. Ja, plankjes weer blij dat Wally terug is, hè? Ja. Is fijn, hè? Ja. Kusje. Nou, doei kind. Doei kind. Oké, ik ben nu bij Plankjes kast. En kijk, ik heb het hoofdstel bij Plankje hier hangen. Ik heb hem nou 1 keer gebruikt, mijn grondwerk. Moet eigenlijk wil ik nog wel een andere frontriem. Hij past hem goed. Ik heb dat nog niet gefilmd. Ik wou wel vloggen die dag daarna, maar dat ben ik helemaal vergeten te doen. Dus sorry. Dat is hetzelfde als dat ik eigenlijk al heel de week wil vloggen. Dat ik plankje train. Maar al heel de week vergeet ik of mijn vlogcamera of dan heb ik zeg maar een intro gemaakt. En dan vergeet ik helemaal mijn training te vloggen. Dus sorry. En met zo'n buitenrit vergeet ik het ook heel vaak. Want net als ik had nou eigenlijk wel meer willen filmen. Maar daar heb ik zeg maar aan kleine stukjes. Daar heb ik zeg maar 2 uur lang dat ik kleine momenten heb dat ik daar aan denk. En als ik dan op stal ben en ik ben eenmaal echt met mijn training bezig, dan vergeet ik dat gewoon. Dus sorry. Ik heb al wel meer deze week proberen te vloggen. En ook dat ik plankje trainen proberen te vloggen. Maar dan vergeet ik gewoon mijn camera weer aan te zetten. Dus sorry. Ik zal van de week wel plankie weer in een vlog doen met trainen.
Dus niet dat jullie denken dat ik hem niet train, omdat ik nou twee vlogs achter elkaar heb dat jullie hem niet zien. Ja. Als ik op buiten ben geweest, heeft Plankje eigenlijk altijd gewoon rust. En dus ongeveer één keer in de week. Eén keer in de twee weken, één keer in de week. Want ik heb na een buitenrit niet zo heel veel energie. Of ik moet hem daarvoor doen. Maar net als nu ben ik echt heel vroeg naar stal toe gegaan. Dus of ik doe hem zeg maar voor mijn buitenrit of niet. En dan heeft hij rust. Want ik heb zeg maar na zo'n buitenrit echt geen fut meer om hem dan zeg maar te doen. En dan weet ik dat hij heel blij is dat Wally zeg maar terug is. Dus dat. Ik heb nu toevallig ook honger. Anders had ik hem nou eigenlijk wel gedaan. Maar ik heb dus echt vrek van de honger. Dus. Ik ga lekker afsluiten en dan ga ik naar huis toe. Ik denk dat ik een tweedaagse vlog doe, dus dat ik morgen ook vlog. Dus dan zien jullie hem wel in deze vlog. Ik denk dat ik morgen, morgen is vrijdag, ik doe morgen met Plankie denk ik werk aan de hand. En ik denk dat ik mijn Wally vrij zal zullen doen. Of mijn alle twee vrij zal zullen, maar dan moet ik nog even kijken. Ik wil namelijk eigenlijk dat hoofdstijl gebruiken in mijn vlog. Dus ik denk dat ik morgen wel het plankje of grondwerk of werk aan de hand ga doen. Ja, daar zit een verschil in. Want grondwerk, dat is zeg maar met dat ringetje aan de neus en dat je achterwaarts voor hem loopt. En werk aan de hand is dat je ernaast loopt. Dus dat is. Verder is het dat denk ik. Ik heb plankjes een papje gegeven. En ja. Ik ga nou naar huis toe. Dus ik zie jullie morgen waarschijnlijk of vanavond. Misschien nog, weet ik het waarom. Dus doei! Welkom bij een nieuwe dag. Ik ben op stal. Even de lamp aan doen. En ik zie Plankie. Mijn kind. Kijk vandaag jou aan het werk nadat je gisteren vrij hebt gehad. Eerst voor jou een papje maken. Ja. Eerst voor jou een papje maken. Ik hoop dat als ik mijn camera zeg maar hier neerzet, hij hem gewoon laat staan. Want Plankie is nog altijd aan het dingen overal vanaf solemieteren. Dus hij zit nou al naar die camera te kijken, want ik ga je eraf gooien. Maar dat is niet de bedoeling. Dat vind ik ook niet een leuk grapje, dus dat ga je even niet doen. Dus ik pak even plankjes en emmer. Hij zit echt te... Nee, niet doen. Hij zit er echt naar te neigen om eraf te gooien. Plankie is misschien ook erger dan Wally, want Wally is namelijk zeg maar lomp. En dan weet je dat hij dit soort dingen echt sowieso van doet. Maar Plankie die doet dit soort dingen best wel sneaky. Dus zeg maar, je verwacht het niet, maar hij doet het wel. Hij is laatst namelijk ook tussen Wally, ja tussen hun wij en die wij dus daarnaast zit zeg maar een meter ertussen. Omdat Wally anders hals dus aftrekt bij zijn buren. Echt, continu. Dus daarom zit er zo'n meter tussen. Hij heeft laatst ook voor elkaar gekregen om zeg maar in een metertje te staan. Ik heb voor hun nieuwe naambordjes gekocht, omdat Plankie stond, vond ik het leuk als ze zelf hadden. En ik kwam hier op stal, toen had ze voor hem opgehangen in stal eigenlijk na. En ik zo, hoezo zei ik die onderkant bij Plankie als ik, ja die had hij de eerste dag er al meteen van afgezonemieterd. Dus, dat is Plankie. Zo. En ik ga met Plankie dadelijk werken aan de hand denk ik. Of grondwerk of werk aan de hand. Maar ik denk werk aan de hand. En dat was iets te veel snodder, hè? Ja. En met Wally weet ik het nog niet. Ik had ergens zin om te rijden en ergens denk je, ja, ik heb niet zo heel veel zin om een van de ponies helemaal op te gaan staan zadelen. Ik ga even voor jou warm water erbij doen. En ik heb eigenlijk ook geen zin om een van de ponies helemaal te moeten opzadelen. Dus ik zit te twijfelen, misschien ga ik dan met Berkpet even rijden of ik doe Wally vrijzerscheur. Of ik ga met Wally ook werken aan de hand. Daar kijk ik dan nog even. Maar nu in ieder geval eerst even warm water bij de, of ja, eerst de waterkoker aanzetten. Zodat ik warm water krijg. Zodat terwijl dat ik de pony train, Plankie's papje lekker kan sudderen. En ik ben nu bij Wally's stalgang. En hier is mijn dikke. Hallo. Wat heb je met je vliegfrontring gedaan? Want je haar zit echt goddelijk. Nou, ik weet niet wat dat was. Maar ik denk... Stelletje aanstellers.
Waarschijnlijk was het gewoon een vogel, want bij Wally in zijn stal zit er een nestje. En volgens mij is Diana, dat is gezellig. Want bij Wally in zijn stal zit er een nestje. Dus die zal wel weggevlogen zijn. Even water in de waterkruik doen. Zo, kijk ook nog dicht, dankjewel. En dan mag ik opzetten. En ik ga meestal nu naar de wc, want meestal door het water vullen moet ik plassen. Oh, ik heb de stekker er niet in gedaan, slim jongen. Ik dacht al, waarom brandt lampje niet? Lampje brandt. Dus ik moet meestal, als ik het water erin doe, moet ik echt van dat geluid, van dat moet ik plassen. Dus dat ga ik nou doen. En dan zie ik jullie zo weer. Ik denk dat terwijl dan mijn water aan het koken is, ik wal hier even op het grasstukje zet. Ik heb echt geen zin om een touw te pakken. En ik weet dat jij braaf bent. Ik moet trouwens zeggen... Wally, kom. Wally. Ik moet trouwens zeggen, zijn eigenlijk al twee heel makkelijk aan de hand. Met Wally kan ik dan zeg maar niet echt gaan wandelen buiten. Dat is namelijk als reden dat als Wally iets niet leuk vindt. Of hij loopt... Ja, of hij... Ja, hij vindt het gewoon niet leuk, zeg maar. Dan draait hij meteen om. En hij kent het eind van het touwtje niet zo goed. Dus dan is hij ook echt meteen weg, zeg maar. En Wally krijg je niet heel makkelijk te pakken. Alsjeblieft, mag jij op het gras? Kun je daar kijken hoe hij het plankje traint? Dus dat is zeg maar de reden. En Wally is ook echt heel erg aan het miepen. Als wij buiten, zeg maar, lopen. Kom eens, want jouw vlieger komt. Hij zit echt voor een meter. Maar hij is sowieso buiten echt een miepmaus. Als het gaat om aan de hand lopen. Als ik erop zit, echt nergens geen probleem. Ik heb hem laatst gewassen. Echt, je ziet er niks meer van. Plankje heeft dat gelukkig niet zo. Plankje had dat wel, dat hij echt een miepmaus, om het even zo te zeggen, was. Ik denk dat ons pap daar is. Maar dat is hij niet meer. Hi. Dus dat. Plankje is gelukkig best wel chill. En als je iets zeg maar spannend vindt, Plankje volgt je heel makkelijk. Wally niet. Wally, als jij zeg maar zegt van het is niet eng, dan denkt Wally, ja ik ben zo van te vertellen. Denkt Wally zo van ja, fuck you. Dat is helemaal wel eng. Dus ja, dat. En dan ga ik nu naar Plankje toe om Plankje op te zadelen. Gewoon zijn hoofdslam te doen. En dan krijgt hij daarna zijn papje naar de training. Want dan is dat afgekoeld. Oké, ik heb Plankje opgezadeld. Mijn hoofdslam gedaan. En kijk, het staat hem zo pretty. Je bent een knappe jongen nou, hè? Ja. Mooi bruin en past hem goed. Dus ik ben helemaal tevreden. En dan gaan we nou daar werken aan de hand, hè, kind? Maar je moet eerst een stapje terug. Want ik moet mijn handschoenen en zo gaan doen. Dus tot zo. Ik ga als eerst even zeggen, ik ben geen pro met werk aan de hand. Plankje ook niet, doen we niet al te vaak. Dus dan weten jullie dat.
Oké, wij zijn even, papa, ik en de pony buiten aan het wandelen. Wally staat nog op het grasstukje. Ik heb niet heel lang met Planky gewerkt, maar dat komt omdat ik het ook al even niet had gedaan. En Planky is er best wel moeite mee, zeg maar met... Ik ben nu bezig met dan ho en met achteruit lopen. En dat ho, dat doet hij echt best wel prima. Daar heeft hij in het begin... Oh, moet je aan die kant lopen? Heeft hij in het begin dan wel moeite, maar op een gegeven moment doet hij dat best wel goed. Alleen terug te struggelt hij heel erg mee. Ik vind het fijn als je aan de andere kant loopt. En dan zijn we nou lekker even een rondje hoog aan het uitstappen, want ik weet dat Planky dat ook heel leuk vindt. Papa zo, waarom neem je Wally mee? Je Wally vindt daar geen hol aan wandelen. Dus dat. En jij wel, hè? Dus we doen even een rondje hoog aan het. Dat is even fijn, even genieten van buiten zijn. En dat het warmer is dan ik dacht, dus dat. Dan zie ik jullie zo weer op stal. Oké, okay, ik ben thuis. Hij mond, jij man. En ik heb Planky dan de schoonwerk gedaan, Wally heeft lekker een dag vrij. Heb je niemand? Hi mand! Waarom ben jij zo? En leuk zo vriendje. En verder ben ik weer lekker thuis. Mijn vriend is aan het koken, dankjewel. En oh, je bent echt verschrikkelijk. Ik doe nog niet eens iets. Wat jawel, je laat mij lachen. Die express. En verder... Ik weet al niet eens meer wat ik wou vertellen. In ieder geval... Huh? De mens. Ja, de mens. Hopelijk vond je een leuke video. En nee. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Mike niet. En tot de volgende keer. Doei!